Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van een Vandaag gaan we kijken naar interessante aandelen voor de maand april 2021. We gaan opnieuw twee aandelen bespreken in ongeveer 10 minuten. Mocht je nou een van deze besproken aandelen interessant vinden, doe dan altijd zelf goed en uitgebreid je eigen onderzoek. Want alles wat ik hier vertel, moet niet de motivatie zijn om iets te kopen of misschien wel te verkopen. Maar dat gezegd hebbende, laten we beginnen met deze video. En beginnen we meteen met het eerste aandeel van deze maand. En dat is Snapchat met de tickersymbool SNAP. Snapchat is een app die we denk ik misschien allemaal wel kennen. Of misschien zelfs ook wel gebruiken. Ook ik gebruik hem, maar ik gebruik hem maar heel af en toe. En zoals we dadelijk ook gaan zien, zijn er nog veel meer mogelijkheden dan dat ik zelf al van wist. Voordat we naar de cijfers gaan kijken van Snapchat, wil ik zeggen dat beide aandelen die we vandaag. Uh, ...gaan bespreken te koop zijn bij de Giro. Dat is de broker die ik gebruik voor de meeste van mijn aandelen. Net zoals 1 miljoen andere klanten. Je kunt gratis een account openen via de link onder de video. En daarmee help je ook nog het kanaal. En dat zorgt natuurlijk voor dat ik deze video's kan blijven maken. Maar kijken we dus naar deze cijfers van Snapchat... ...dan kijken we eerst naar de laatste presentatie vanuit Snapchat zelf. Die is van februari van dit jaar. En is gericht aan investeerders in het aandeel... Uh, een van de eerste sheets zien we eigenlijk al meteen iets best wel opvallends, vind ik. Snapchat ziet zich namelijk als een camerabedrijf. Ze zeggen ook dat de grootste uitdaging zit in het opnieuw uitvinden van de camera. En het biedt de grootste mogelijkheden voor het bedrijf, omdat het de manier waarop mensen leven en communiceren verbetert. De volgende sheets laat eigenlijk zien wat de innovatie is geweest in de laatste negen jaar. Zoals gezegd, veel meer functies en mogelijkheden dan dat ik wist als, als gebruiker zijnde van de app. Misschien val ik ook wel niet helemaal in de doelgroep, of tenminste, de gebruikers die Snapchat gebruiken zijn vooral een stuk jonger dan ik ben. Kijken we naar die gebruikers, dan zien we dat in het laatste kwartaal van vorig jaar Snapchat er gemiddeld 265 miljoen dagelijkse gebruikers had. En dat is 22% meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Kijken we naar Amerika, dan heeft 90% van de 13- tot 24-jarigen de app. En 75% van de 13- tot 34-jarigen. En in Engeland, Frankrijk, Canada en Australië ligt dat respectievelijk boven de 80 en 60%. Dan volgen er nog wat sheets met verschillende producteigenschappen. En vervolgens lezen we ook dat er dagelijks gemiddeld 5 miljard snaps per dag worden gemaakt. Dus kijken we dan verder, dan komen we bij het product aan eigenlijk. En dan wordt het ook vooral interessant, tenminste, dat vind ik. Snapchat laat zien dat er dagelijks 200 miljoen gebruikers kennis maken met AR. En dat is best wel ja, een van de grootste pluspunten misschien wel van het bedrijf. Hun systeem heeft lenzen die door de machine learning live worden toegepast op beelden. Daarnaast herkent de camera producten en toont die ja, relevante informatie daarbij. En met local lenses worden ook nog eens lenzen toegepast op de omgeving. Daarnaast zien we ook nog dat ze best wel veel originele content vanuit Snapchat zelf hebben. Zo keken bijvoorbeeld 30 miljoen mensen naar het verslag van de verkiezingen en keken er 43 miljoen mensen naar de holiday special van Will Smith. Gaan we dan door naar het businessmodel? Want Snapchat moet natuurlijk ook geld verdienen. Wil het interessant zijn voor investeerders? Nou, dat doen ze op verschillende manieren. Ten eerste met snap ads, oftewel advertenties die je tussen je snaps krijgt, zoals een beetje Instagram en hun stories. Maar ook hebben ze zelf story ads. Ze hebben AR lenses, oftewel extra lenzen die je kunt gebruiken en die daarvoor te koop zijn. Daar moet je voor betalen voor die extra opties die je daarbij hebt. En ze maken gebruik van filters. Pakken we dan de cijfers van het laatste kwartaal van 2020 erbij. Dan zien we dat de omzet steeg met 62% naar 911 miljoen. De gemiddelde omzet per gebruiker steeg met 33% naar 3,44 dollar, dollar cent. Ze maken we nog steeds verlies, 113 miljoen afgelopen jaar, maar dat is al wel een stuk minder dan de 241 miljoen een jaar daarvoor. En net zoals bij Facebook moeten we hier eigenlijk gaan kijken naar het aantal gebruikers en wat ze opleveren. Dat wordt vaak opgedeeld op basis van continent. De meeste omzet komt van Amerikaanse gebruikers. Namelijk 659 van die 911 miljoen euro of dollar moet ik zeggen. Europa is goed voor 142 miljoen en de rest van de wereld is goed voor 111 miljoen uh, dollar omzet. Het aantal dagelijkse gebruikers steeg in Amerika met 6%, in Europa met 10%. Maar ze moeten het vooral hebben van de landen ja, daarbuiten nog. Want daar steeg het nog met 55%. En dat is ook de groep die tot nu toe het minste oplevert per gebruiker. Gemiddeld heeft een gebruiker in Amerika een omzet van 7,19 dollar. Gevolgd door Europa met 1,91 dollar. En beide zijn het afgelopen jaar ook flink gegroeid. Maar de groei is er niet in de rest van de wereld. Daar daalden het zelfs met 11%. Mogelijk vanwege corona. En dat landen daar misschien wel harder getroffen worden. Mensen daar minder inkomen hebben en dus ook eerder stoppen als hun inkomen uh, daalt, juist met uitgaven aan Snapchat. Kijken we dan naar een vooruitzicht. Ten eerste geeft Snapchat zelf al een financiële verwachting. De omzet van Q1 van dit jaar is waarschijnlijk tussen de 720 en 740 miljoen vergeleken met de 462 miljoen vorig jaar in die periode. En de officiële cijfers trouwens komen over twee weken uit. Dus misschien is dat ook wel weer interessant om dan te gaan bekijken. Kijken we echter naar wat analisten denken, dan zien we dat 36 analisten een verwachting hebben van het aandeel. Bijna driekwart zegt dat het koopwaardig is, waarbij het gemiddelde koersdoel uitkomt op 77 dollar en 22 dollar cent. En dat ligt maar liefst 44% boven de huidige koers. En samengevat is het dus een aandeel wat ten eerste heel erg geliefd is, zo zien we wel onder analisten. We zien ook dat er nog best wel wat groeimogelijkheden zijn voor het aantal gebruikers, maar zeker ook de omzet per gebruiker. Zeker in Europa en de rest van de wereld kan dat best nog wel groeien. Dat hebben we eerder ook al bij Facebook gezien hoe dat groeit door de jaren heen. Maar het is ook zeker interessant, de techniek die ze hebben met al die lenzen, al die opties, dat is denk ik een van de meest interessante en waardevolle ja, eigenschappen van het aandeel Snapchat. En laat zelf ook een reactie achter onder deze video, bijvoorbeeld wat jij denkt over dit bedrijf, over Snapchat, of misschien heb je zelf nog een ander interessant aandeel. Laat dan weten welk aandeel dat is en vooral ook waarom je dat vindt. Want zo op deze manier kunnen we allemaal nog iets van elkaar leren. Gaan we door naar het tweede aandeel van deze video en dat is Q2 Holdings met symbool QTWO. Q2 is een fintech bedrijf, maar dan wel eentje die juist samenwerkt met banken. Ze maken namelijk digitale oplossingen voor kleine en middelgrote banken in Amerika, zodat die banken hun klanten ook deze digitale diensten kunnen aanbieden. Er zijn namelijk meer dan 10.000 banken in Amerika, waar natuurlijk een paar hele grote namen zijn. Namen die wij ook kennen, maar dus nog veel meer kleine en middelgrote banken. Een op de 10 Amerikanen maakt al gebruik van de software van Q2, dat zijn iets meer dan 400 banken die zij nu al als klant hebben. En er is dus nog heel veel groei mogelijk. Nu pas eigenlijk hebben ze 4% van de markt in handen. Maar het is natuurlijk wel een heel erg lastige sector. Banken staan denk ik wel bekend om dat grote beslissingen heel traag worden genomen. Maar als ze eenmaal klant zijn, dan breiden ze vaak wel meteen hun diensten uit en daardoor stijgt de omzet ook per klant. Gemiddeld zelfs met 30% per jaar in de eerste drie jaar dat een nieuwe klant is bij Q2 klant is geworden. En dat is denk ik ook de groei die het bedrijf de laatste jaren heeft als bedrijf in geheel. Zo'n 30% per jaar. Dat klinkt goed, maar ook de kosten groeien eigenlijk ja, even hard mee. Waardoor het bedrijf nog steeds winst maakt, natuurlijk op zich wel logisch. Het is nog een kleine speler dus met 4% van de markt in handen. Dus ze willen nog volop investeren in die groei om meer marktaandeel in handen te krijgen. En de winst is eigenlijk meer iets voor de lange termijn. Het is dus wel een aandeel met wat meer risico, maar wel in een sector, vind ik tenminste, die de komende jaren waarschijnlijk echt gaat groeien. En ook moet gaan groeien natuurlijk en moet gaan veranderen. En dan kan Q2 daar wel eens volop van profiteren. Kijken we naar de verwachtingen. Vanuit Q2 zelf zien we dat ze zelf verwachten ook in 2021 door te blijven groeien. Met 24% in het eerste kwartaal en over het hele jaar met zo'n 20%. En ook analisten zijn positief over het aandeel. Er zijn 12 analisten met een oordeel, waarvan er 11 een koopadvies geven. Het gemiddelde koersdoel ligt op 154 dollar, wat een upside van bijna 50% betekent. En zelfs bij het laagste koersdoel ligt alsnog 25% boven de huidige koers. Maar zoals gezegd, het is wel een aandeel met wat meer risico omdat het nu nog geen winst maakt. Maar een aandeel wel waar heel veel potentie in zit. En zeker ook als je kijkt naar wat analisten verwachten. Maar ook zeker daardoor een aandeel wat je wel zelf goed moet gaan onderzoeken. voordat je er eventueel een aankoping wilt gaan doen. En dan hebben we daarmee de twee interessante aandelen voor deze maand weer besproken. Eén van de aandelen ben ik ook echt in geïnteresseerd, dus daar ga ik zelf ook nog meer onderzoek naar doen en misschien ook wel kopen deze maand. Misschien is dat zelfs wel interessant om te laten weten wat jij denkt. Als je zou moeten kiezen, welke van de twee aandelen zou jij dan kiezen en vooral ook waarom? Laat dat weten in de reactie onder deze video. En eventueel ook laat weten van of het interessant is om juist mijn onderzoek of mijn verdere onderzoek te delen voordat ik eventueel overga naar een aankoop. Uh, mocht je nou nog op zoek zijn naar besproken links van deze bedrijven, van de kwartaalcijfers, van de jaarcijfers. Of naar de brokers die ik adviseer. Mocht je dit aandeel willen kopen. Ook die vind je trouwens onder de video terug. En dan zijn we daarmee aan het einde komen van deze video. Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op de abonneerknop onder deze video. Om nooit meer een video te missen. Nogmaals bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.